ben Hamza Euner, 23 jaar oud. Ik kom uit Druten. Ik ga samen met Siem hier trainen bij Fox Gym. We gaan samen borst, triceps en een stukje schouders trainen vandaag. Ja, ik ben Siem, zoals Hamza zei. Ik ben 26 jaar. Ja, vandaag gaan we schouders doen, schouders, triceps en borst. We beginnen met borst. Ja, bij iedere oefening zullen we gewoon even uitleggen waarom we die oefening doen. En waarom we de uitvoering zo doen en eventueel de opbouw van de sets en hoeveel herhalingen we maken. Gewoon dat jullie precies weten hoe onze workout eruit ziet en dan verder gewoon een mooie beelden showen. Dat moet goed komen, toch? Even warming up voor de schouders. We gaan chest trainen. We gaan niet gelijk zwaar pressen, dus we gaan eerst een beetje schouders losmaken. Ja, gewoon een simpele oefening. We beginnen met de machine flies. Om even de borstspieren goed warm te maken en de schouders. Schouders hebben we net met dumbbells gedaan. Dus even rustig inkomen. Ik ga beginnen met 15 herhalingen. En dan gaan we 4 sets doen. En ik begin alvast. Ik probeer hem rustig mogelijk uit te voeren. Zodat ik blessures voorkom en de spieren optimaal kan opwarmen. We hebben zojuist de eerste set gehad, nu de tweede set. En naarmate de sets omhoog gaan, gaan de herhalingen ook omhoog. En de gewicht natuurlijk. Ik ben niet zo lenig. Ja, dit is echt een warming-up oefening, dus het gaat niet gek zwaar of zo. Het is meer zorgen dat er wat bloed in de borst zit voordat we zware presses gaan doen. We gaan nu incline benchen, alleen wel een submachine. Ik vind submachine heel fijn, het is minder blessuregevoelig. En je kan goede contractie maken in de borst. Dus daarom gaan we hiermee starten. Gaan we goed zwaar. En dan kijken we wat we hierna doen. Zoals Simon net voor heeft gedaan, hij raakt niet per se de borstspier aan met de stang. Zo houdt hij meer spanning op de bovenkant borst. Dus halverwege en dan weer omhoog pushen en bovenin squeezen. Even vastknijpen. Zodat je je borstspier 100% mogelijk kan prikkelen. Dus ik ga hem nu ook weer voordoen. Plus 20 denk ik. Lijkt 20 bij? Ja, 10 bij kan bedoel je, of 20 bij kan? Ja, ik kan nog 10. We bouwen nu gewoon op tot een zwaar gewicht. Meestal doe ik 3 werksets, dus 3 echt sets die meetellen. Ik bouw het op tot het gewicht wat ik maximaal 10 keer kan. En dan doe ik die set nog 1 keer met hetzelfde gewicht. Dan weer 10. Deze tellen we als eerste werkset en dan doen we nog 3. Ja, dit is de tweede werkset. Dit is nog niet het maximaal gewicht. Hierna gaan we proberen naar maximaal gewicht te gaan. En dan doen we daar in totaal 2 sets van 1 van 10. Dus deze moet normaal nog makkelijk gaan. Man. Ik weet niet wat voor dag het is, hè? In mijn prep, in mijn wedstrijdvoorbereiding, verlies ik vaak vocht en krijg ik last aan mijn gewrichten. En dit is puur om eigenlijk pijnloos te kunnen trainen en sowieso blessures te voorkomen. Dus eigenlijk voor de veiligheid. Train veilig, jongens. Easy, kom. We gaan nu dropsets doen. Dat betekent in dat hij 120 kilo 10 keer bencht. En dan doe ik min 10. Heeft hij nog 100 kilo, doet hij ook weer 10 keer. En daarna min 20, heeft hij 60 kilo, doet hij ook weer 10 keer. Dus in totaal eigenlijk 30 reps. Ja,
ik heb het best gedaan voor jullie. Hij doet helemaal niks voor jullie. Gewoon in de pet op. Van een ander merk nog wel, hè. Kom maar, 5, 7, kom, 6, minimaal 2 nog, 7. Kom aan. 8. Nog 2, kom. 19. Bam. Voel het. Ja, dat is een tweede oefening. We hebben één oefening gedaan met een barbel. Het was wel een submachine, maar we tellen hem gewoon als compound oefening. Dan doen we nou een chest press, straight loaded. Ja, deze hebben ze ook bij mij in de gym niet, dus misschien wel chill als ik hier ben om deze te proberen. Hier gaan we gewoon weer één warming up set pakken, 3 werk set. Dan gaan we kijken hoe zwaar we kunnen. Als ik was. Oké, doen we nog een dropset. Dan zijn we bij de volgende oefening. Pak gewoon zoveel reps als we kunnen, 20 kilo eraf. Zoveel als je kan, 20 eraf. Zoveel als je kan, 10 eraf en dan afmaken gewoon. Voor de pomp. Daar gaan we kabelpluis doen en dan sluiten we borst af, gaan we door naar schouders. Kom. Kom man. Kom. Ietsje, kom. Nog 2. Eetje. Maar min 30. Alles eruit. Kom maar, het moet branden. Nog een. Helemaal. Nu mogen jullie kennis maken met de pump. We gaan gelijk door met cable flies. Laatste oefening voor chest, daarna gaan we schouders doen, daarna triceps. Met deze gaan we gewoon even goede setjes maken nog. Goed die chest opblazen en dan gaan we verder.
Een goede pomp krijgen we, hè? Ik ben met mijn gekke kapsel hier zo. We gaan zo meteen nog zo'n intensiteitstechniek doen weer. We doen nog één normale set. Als laatste doen we een cluster set. Dat is eigenlijk één set van 5 sets eigenlijk. 5 keer 10. Alleen tussendoor pak je gewoon 10 seconden rust, maar je laat kabels niet los. Dus hou je constant spanning op. Maar jullie gaan het wel zien, dan is het duidelijker dan wanneer ik het zo uitleg. We gaan side raises doen, dus voor de zijkant van de schouders. Siem gaat beginnen, dus hij doet het even voor. Hij doet de zittende variant en ik ga de staande versie doen. Dus we doen wel dezelfde oefening, alleen de houding zal een beetje anders zijn. En Siem maakt vast al een start. Het verschil bij zittend is vaak dat je de schouderkop 100% pakt, omdat je in principe niks uit je rug kan pakken. Dus wat je vaak in de sportschool ziet, is deze beweging. Dat op een gegeven moment als mensen te zwaar gewicht pakken, dat ze hem ook meer vanuit de rug pakken. Dus wat Siem nu eigenlijk doet, is 100% de schouderkop pakken. Maar ik vind de zittende variant niet zo fijn. Dus daarom ga ik hem wel staan doen. Maar ik ga het rustig mogelijk uitproberen. Rustig mogelijk voor te doen, zodat ik niet ga zwaaien. Dus in principe de dumbbells vanuit mijn rug mee gaan nemen. Ik ga het even voordoen. Ja, niet slingeren met je lichaam. Heel veel mensen pakken hier veel te zwaar en dan gaan ze dit doen. Gaan hun onderrug gebruiken. En wat ik ook vaak doe bij deze is, ga niet verder dan schouderhoogte, zeg maar. Want als je hoger gaat, ga je alleen maar traps gebruiken. Dit stuk. Dus laten we gewoon tot hier komen. En dan pak ik gewoon alleen maar side delts. Hamza kan het goed voordoen. Ik ga het voordoen, doe het wel mooi. We doen zeg maar 10 normale reps, dus zo'n 10 die we net hebben gedaan. En daarna gaan we gelijk door met hetzelfde gewicht, maken we 20 partials. Dus 20 korte reps zeg maar. En ook al ziet het er fucking dom uit, die schouders gaan fucking erg opblazen. Dus als iemand je uitlacht, dan gaan ze daarna blij zijn, want je hebt zulke schouders. Dan gaan ze vragen, hoe heb je dat gedaan? Dan kun je het geheim vertellen. Hè? Gewoon halve reps maken.
Kom met je hoofd hierop. En dan 40 reps, 3 sets van 40, man. Eén zijkant, één voorkant, één achterkant schouder, denk ik. Ja, voorkant doe ik niet, man, omdat we die met 6 al doen. Precies, dan, man. Alleen de achterkant nu nog. Ja, en ik doe alleen deze en dan 3 sets. Maar deze is 3x40, maar het is echt kapot gaan, man. Met 8 kilo en dan ga je echt fucking pak een licht gewicht, 8 kilo. Maar we doen 3 sets van 40. Dus het gaat echt fucking echt branden. Meer gewicht heb je niet nodig. Vorige keer probeerde ik het met 12, maar het ging gewoon niet, man. Ja, we doen gewoon met ons hoofd hierop, zeg maar. Dan heb je steun. Dan naar achter. Oké. Die ga ik dus niet doen. Anders verpest ik mijn haren natuurlijk. Ik doe een andere variant. Gekke pomp. Zie je? Goed cannonballs. 3x40. Ja, man. 3x40. Gaat fucking echt branden. Brand nu al eigenlijk, maar dan moet ik nog twee keer. Goed, man. Zit een goed tijd, man. Ja. Ik word bang, hè. Als ik bij hem in de buurt ben, voel ik me gelijk. Nee, joh. Nee, joh. Ciao. Nog één setje. Nou, we zijn opgepompt, hè. Het is geen vet, hè? Oh, muscle. We zijn zojuist, hebben de schouders afgerond. We hebben maar 2 oefeningen gepakt. Voor de zijkant en de achterkant schouders. De voorkant hebben we overgeslagen omdat je de voorkant ook voornamelijk met borst, gepakt hebben. En nu doen we triceps. Triceps pushdown. Siem is al begonnen. Dus voor de grote kop van de triceps. Die gaan we ook weer 3 sets doen. Daarna doen we nog 1 triceps oefening en dan... ja, hebben we onze training afgerond. En dan op het laatste kwartiertje gaan we nog poseren voor jullie. En momenteel ben ik 5 weken uit van mijn wedstrijd. 11 december de Ironman. Siem heeft precies dezelfde wedstrijd. Dag en na doen we de William Bonnet Classic. Ik doe mee met de junioren en min 90 klassen. Siem die is geen junior meer. Hij doet mee met min 102. Dus... ja, het wordt een mooie wedstrijd. Ik heb er zin in. Triceps. Ja, dan een oefening nog overhead voor de triceps. En dan pak je nog meer stretch op die grote kop, zeg maar. Hiermee doen we nog 4 setjes, denk ik. 1 warming-up set en 3 werksets. En dan zijn we klaar, man. Ah, fuck. Helemaal verzoekt. Yeah.
dus ik heb last met de mijne. Ik heb, normaal doe ik 40 gram Brenta. Brenta was helaas op thuis. En ik had geen tijd om snel heen en weer naar de Albertijn te gaan. Dus in plaats van 40 gram Brenta doe ik vandaag havermout. Daarnaast heb ik 1 scoop Animal Whey. 10 gram glutamine en 5 gram creatine zit hierin. En als laatste heb ik 50 gram sham. Dit eet ik niet elke dag na de training. Alleen op mijn high days. Dat betekent 2 keer in de week heb ik high days. Dat is met chest day en met leg day. Dan mag ik iets meer eten dan normaal. En daarbij gebruik ik snelle suikers voor meteen na het trainen. Dit is mijn post workout shake. En enjoy. Mijn gaat iets korter worden. Het gaat een heel lang verhaal worden dit. Ik heb alleen 50 gram Animal Whey en die mix ik met water. Ik ben heel erg low carb al de 3 dagen. Ik heb telkens 3 lage dagen. En op die lage dagen eet ik 80 gram carbs max per dag. Dus ik heb 1 maaltijd met koolhydraten en de rest is alleen maar protein en vet. Dus het is alleen een shake voor nu. Straks mijn volgende maaltijd. Ik heb net goede training gehad. Ik, Hamza en ik. Schouders, triceps en borst. Jullie gaan sowieso die training zien. We waren bij Fox Gym. Altijd super goede gym, aardige mensen. We hebben ons gewoon laten trainen en laten filmen. Dus als je in de buurt bent van Rotterdam, ga zeker een keer bij Fox Gym trainen. Abonneer op mijn YouTube kanaal, Siem Goossens. Ook op het kanaal van Animal, dat is Animal Europe denk ik. Filmpjes komen zo daarop, op mijn YouTube en op de YouTube van Animal. En dan zie je de training die we gedaan hebben. We hebben ook een paar poses gedaan samen. We zijn allebei 5 weeks oud, dus we zijn allebei goed in shape, gelukkig. Anders zouden we een probleem hebben nu. Anders had ik mijn broek niet omlaag gedaan. Het zijn mooie beelden, ga het sowieso checken. En man, bedankt voor het kijken. En zie je bij de volgende. Peace. Yeah.